En dat was ook bijvoorbeeld heel voordelig was. Want wij kregen wat later kinderen dan veel van onze kennissen. Dus dat je al die boksen en bedjes en wat had je er voor flauwekul bij. Die je nooit meer dan anderhalf jaar of zo gebruikt. Die hebben we geleend van kennissen. Goeie tip dit eigenlijk. Begin wat later met kinderen. Die moeten door 3, 4, 5 generaties gebruikt zijn. Ja, maar is toch goed? Ja, maar zo'n box die slijt niet. Die baby's die zijn niet in staat om die dingen af te breken. Ja. Nou, goede tip voor Jinek, die tweede kind nu krijgt. Ja, ik vind dat ze altijd er iets sneller bij moeten zijn. Maar goed, dat mag ik me natuurlijk niet mee bemoeien. Ja, goed. Er zit 3, 4 jaar tussen volgens mij. Maar ja. Nee, 5. 5 jaar zelfs? Ja, dat las ik. Het vorige was in 18 geboren. Oh. Dus dat wordt 5 jaar. Dat is relatief veel voor het verschil tussen kinderen. Ja, meestal is het een jaar of 2, hè? Ja, ik scheelde 7 jaar met mijn broer. En dat zijn 2 verschillende werelden. Dan mijn broer zelf, dan ben ik 18. Je bent aan de vrijage, je gaat studeren enzovoort. En hij was nog een kind. Dit is een iets kleiner verschil, maar het is toch aan de ruime kant, vind ik. En wat was het verschil tussen jou en je zus? Ja, waar bemoei ik me mee? Nee, precies. Maar wat is tussen jou en je zus? Wat was daar het verschil? Nog geen anderhalf jaar. Was dat anders? Ja, totaal. Van dat mijn zuster veel gehaaider was dan ik was. En ze was meisjes ook wat sneller in de ontwikkeling was. Daar heb ik ontzettend veel aan mijn zuster gehad. Ik heb vaak genoeg gedacht dat mijn zus, dat we een soort tweeling waren eigenlijk. Ja, dat toevallig zaten nou die ongelukkige uit anderhalf oorlogsjaren ertussen. Maar ja, dat dacht ik vaak. Hmm. Tenminste ook dat ze een aantal andere typische trekken van mij, of van de familie, zo je wilt, met mij deelden. Namelijk dat we ons enorm konden opwinden over van alles en nog wat. En de meeste mensen ontzettend stom vonden. En mijn zus had daar nog veel meer last van dan ik, kan ik je verzekeren. En ook tot op hoge leeftijd, ik ben wel wat milder geworden dan ik was. Maar mijn zuster bepaalt niet. En mijn zuster was, vooral natuurlijk toen we nog kinderen waren, was mijn zuster een handzaam om straat bij je te hebben. Want ze was nergens bang voor. Ik werd altijd in elkaar geslagen. Mijn zuster ging ze gewoon te lijf, rukzichtloos ging ze te lijf. En Vincent? Ja, die is 7 jaar jonger, dus die was ook in onze ogen natuurlijk een... Ja, en nakomen als je een kind, dat trekt pas bij als je boven de 25, boven de 30 zou ik zeggen. Oké, okay. Maar zie je hem nog als je kleine broertje? Ja. Ja, sterker nog, in mijn hersens, kijk, alle personen die je kent zitten in je hersens in verschillende laadjes. He? Jij zit in een laadje, in allerlei laadjes. Maar ik heb 1 laadje, dat is het verwarringslaadje. Daar zitten zowel mijn zoon in... als mijn broer. En daar zie je aan dus dat... Ja, ik weet niet hoe je dat zou moeten specificeren... maar dat zijn je zeer naastaande mannen... die jonger zijn dan jij. In het geval van mijn zoon 30 jaar natuurlijk... en in het geval van mijn broer 7 jaar. Maar ik verwissel nogal eens, ja. Dus dan zeg ik Vincent tegen mijn zoon... en zeg Niels tegen Vincent. Ja, dat komt regelmatig voor. Dat zullen veel mensen herkennen, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Omdat dit laadjesprobleem natuurlijk bij zonen en broers laat staan, aanzienlijk jongere broers, denk ik wel een rol speelt. En bij moeders, die hebben dat misschien ook nog wel eens met hun zoon en hun echtgenoot. Ja, dat ze ook kunnen. Dan geven ze ook vaak nog dezelfde naam, dus dat is wel handig. Dan weet je ook niet precies of het klopt, ja of nee. Maar dit heb ik vrij regelmatig, ja. Hmm. Dus ja, ik zie hem, hoe gek dat ook nog klinkt, want hij is nu, hij was gisteren jarig, is 73 geworden. Het is een oude man in allerlei opzichten natuurlijk. Maar toch zie ik hem als mijn jongere broer.